Ooit, lang geleden, trokken de provincies tegen elkaar ten strijde. Tegenwoordig werken we samen onder één vlag, één bestuur en één bevolking. Bij goede tijden en bij slechte. Tegenwoordig is ons land op economisch en sociaal vlak in de depressie geraakt. En moeten we zoeken naar manieren om geld te besparen en efficiënter te werk te gaan, mochten we weer uit deze recessie willen komen. Je kan als regering natuurlijk niet continu al het geld bij de bevolking vandaan halen. We proberen namelijk voor de burgers, niet alleen door de burgers, de economie weer op de rit te krijgen. Dit kan natuurlijk niet als de burgers geen geld meer hebben om uit te geven. Dus moeten we ook zoeken naar manieren om geld te besparen in de samenstelling van ons land. Dat kan met deze superprovincie, doordat alles wat centraler geregeld wordt. In plaats van 3 provinciehuizen te hoeven bekostigen, hoeft er nu nog maar 1 betaald te worden. Om samen efficiënter te werk te gaan. Behalve kostenbesparing zijn er natuurlijk nog meer voordelen van de superprovincie. Het grote economische hart, de Randstad, wordt zo in 1 provincie ondergebracht. Hiermee kunnen we de internationale positie van de Randstad versterken. De huidige situatie in de Randstad heeft namelijk op dit moment te veel te maken met bestuurlijke filevorming. Doordat alles in 3 provinciën geregeld moet worden. Met de samenvoeging kan je een centraal en slagvaardig beleid voeren, wat voor een betere internationale positie zou zorgen. Er zijn verder natuurlijk ook bestuurlijke voordelen aan verbonden. We staan samen als 1 superprovincie sterker in de landelijke politiek, waarmee we gemakkelijker de belangen van onze inwoners kunnen behartigen. We kunnen de infrastructuur beter controleren in deze superprovincie door een slagvaardig beleid. Ten slotte kan je de zorg van de 3 provinciën gemakkelijk samen besturen. De kennis van Utrecht is dan sneller in Amsterdam en Lelystad en andersom. En verder kan je ook sneller beslissingen nemen als het de veiligheid van de burgers betreft. Hierom denk ik dat het veel beter is om de provinciën samen te voegen. Kortom, dit moet. Zodat we samen als 1 superprovincie verder de toekomst in kunnen gaan. Dank u wel voor het luisteren naar mijn VE-reden.